Het is heel dun eigenlijk, die lijn tussen... Ja, wij lopen natuurlijk constant on die ridge van de mountain. Hè. Het duurt voor eeuwig om boven te zijn. En stap je één stap te ver daaroverheen, dan val je een heel end. En dan kan je weer om die berg heen lopen. En dan kan je weer de klim beginnen. Ja. Ja. Maar met de feedback die jullie geven, moet het eigenlijk tegenwoordig steeds makkelijker worden voor de topsporters om wel op die berg te blijven. Ja, wij detecteren sneller. Wij detecteren ook op een iets andere manier als dat we in het verleden deden. In het verleden was toch daadwerkelijk alles dachten wij te kunnen meten. En dus objectiviteit was eigenlijk het meten. En dus ook de beslissingen nemen. En nu wordt de atleet daar veel meer bij betrokken. En in mijn beleving is deze combinatie die we nu hanteren echt een ideale. En er komen nog steeds voor dat mensen overreached zijn. Dat is een heel leuk woord. Maar eigenlijk te veel gedaan hebben voor wat ze op dat moment zouden moeten kunnen. Nogmaals, het komt voor, maar een stuk minder dan in het verleden. En dat betekent dat ze eigenlijk misschien nog met één handje aan die ridge hangen. En dan is het sneller weer terug on top of the mountain dan dat ze helemaal weer moeten omlopen. En dat kan soms wel weken tot maanden of misschien wel jaren duren.